Ja, ik heb hier de cultuurnota van de stad Kampen en die lees ik altijd heel erg aandachtig. En in Kampen gaan ze nu 6 miljoen bezuinigen, ook op de handen aan het bed in de zorg. Maar tegelijkertijd concludeer ik dat wij als provincie Overijssel gaan betalen voor het salaris van een zogenoemde cultuurmakelaar. 24 uur, hbo's-functie, deeltijd dus. En die mag lekker koffie drinken en die mag lekker overbetaald kletsen om de cultuur te verbinden in de stad. Is het niet absurd dat wij de helft van 15.000 euro daarvan betalen, terwijl zo'n stad zo ontzettend snijdt in de zorg? Dat vind ik niet absurd. Ik denk dat de cultuurmakelaar een bijdrage gaat leveren aan de problemen die Kampen kent in het sociaal domein. Wat gaat zo'n cultuurmakelaar dan doen voor onze ouderen in Kampen die verzorging nodig hebben? Gaan ze koffie zetten? Gaan ze bedden verschonen? Of is het echt alleen maar kletsen en een beetje abstract verbinden met het sociaal domein? Dat is toch absurd. Het staat ook helemaal niet in de functieomschrijving dat ze het sociaal domein erbij gaan betrekken. Ik heb best wel een beetje moeite op de manier hoe u met het begrip cultuurmakelaren omgaat. Ja, wees dan ook vrij om mij een beetje te verlichten in wat zo'n cultuurmakelaar nou eigenlijk doet. Hè? 24 uur in de week. Wat voor positief effect heeft dat nou als je dat gewoon even bekijkt op zo'n week op het sociaal domein? Ik snap ook dat u daar enige toelichting op wil hebben, maar het is gewoon de nuancering naar hoe u omgaat met het woord cultuurmakelaar. Dat ik denk van, laat u eerst voorlichten wat een cultuurmakelaar zoal kan betekenen en dan mag u daar wat van vinden. Vraag ik u ook, wat doet zo'n cultuurmakelaar? U zegt dat ik mij moet voorlichten. Nou, ik vraag om informatie, maar u geeft het niet. Wat ik constateer is dat wij keihard snijden op mensen die echt praktisch werk doen in de zorg. Die zorgen dat mevrouw of meneer in het verzorgingstehuis gewoon eten krijgt, koffie krijgt, verzorging krijgt. Die worden allemaal weggesneden. Mevrouw Kleinsma, en dan komen we met een cultuurmakelaar aan die een beetje abstract gaat lopen koffie drinken. En dat zou dan het sociaal domein recht trekken. Ja, ik vind het, meneer Poon, voorzitter, mag ik even knettergek.